Hallo en video, je ziet dat we 14 drankjes hebben en het is niet deel 14, het is namelijk, hey Percy. Raad je aan je te concentreren op je studie, Harry. Geen roekeloze stem. Wat is hij? Hij heeft echt een kutstem in dit spel, lijkt echt totaal niet. Zeg maar, de stemmen van Ron en, nou ja, vooral die van, eigenlijk in dit spel lijken ze heel weinig, maar in deel 3 lijken de stemmen echt vet erg. En ja, dat vind ik tenminste, nou ja, eigenlijk de stemmen lijken bijna niet. Maar sommige games lijken de stemmen heel erg. Alleen Percy hebben ze heel slecht nagebootst. Afdelingspunt ceremonie. We mogen naar de bonuskamer. Woehoe. Want ja, als je dat niet haalt, dan ben je echt een hol. Kijk of we alle kaarten hebben tot nu toe. Dat zou heel erg chill zijn. Hey, Harry. Wil je... Wat heb je? Ik heb een zilveren tovenaar. Oh, wat de... Gloednieuw. Nooit geschud. Betekent dat je er een paar moet kopen? Ja, om akkoord te gaan. Ik heb sowieso geen één gemist. Dat weet ik zeker. Als je het niet eens ik kan er geen gemist hebben. Handel. Of ik moet er een, gelukkig kan je die dus kopen, dus ja, het is gewoon makkie. Ja, ik wil gewoon allemaal, maar hoeveel heb ik er gemist dan? Als je dit koopt, zullen al je oh, nice, maar twee. Nou, waarschijnlijk is dat in die Sponsifico uitdaging of je moet later ergens anders waar we secrets gemist hebben op een plek waar ik niet terug kan. Kijk hoeveel kaarten zitten we eigenlijk. Oh, hier nog 17 van en hier nog 18. Dat is wel chill. Ja, juist. Juist. Nou, gaan we goed komen. We gaan ze allemaal halen. We gaan ze allemaal halen. We gaan deze aflevering namelijk het verboden bos in op weg naar Aragogi. En ja, dat is best wel leuk. En dan volgende aflevering waarschijnlijk tegen Aragog vechten. En dat is echt een hele erge kut anus boss battle. Want dan, je wordt echt in je anus genomen door Aragog. Nou ja, vooral jij neemt hem en dan hij echt... dat zijn ongeveer de geluiden die hij maakt. Ja, best wel vies. Als klein kind dacht ik echt, wat de fuck is dit spel? Wat doen jullie? Kijk hoe snel die tijd gaat. What the fuck, jongen. Ik wil natuurlijk één Sponsifico ding uitproberen. Dus we gaan ook de coolste pakken. Want je hebt natuurlijk een paar van die lame dingen dat je op een platformpje komt. Maar de vetste zit hier. Kijk, ik wil wel snel zijn, want die tijd gaat fucking snel. Dat is echt niet normaal. Deze, kijk. Hier zo. Pieuw. Kijk, die is vet. En deze. Oh yeah, kijk, daar hebben we toch nog wat smacks op gepikt. Nou, we hebben nog een aardige tijd neergezet hoor, want ik heb ook wel eens gehad dat ik een beetje trilde in die andere uitdaging, dat ik echt 10 seconden in de bonuskamer had of zo. Echt kapot weinig tijd, maar ja, dat maakt niet uit. Want ja, we hebben toch smackies, weet je wel, anders gaan we wel duelleren, dat is ook makkelijk. Ik heb echt zin in dat gewoon de bonuskamer voorbij is, dat we naar Aragog mogen. Lijkt me echt chill. Okay, even kijken, waar liggen nog smackies? Hier, nou. 3, 2, 1 en uit de bonuskamer. Okay, chill. Vertel ik zo. Hoe laat is het nu? Dan gaan we even kijken voor de timer. 55, het is 5 voor 12, ik heb vakantie. En dan ga ik zo meteen lekker tijdens het renderen van dit deel aan school. Van het renderen van volgende deel. Want misschien ga ik gelijk echt af of echt weten. Hou je bek, Ron. Je bent totaal niet interessant, kutkind. Kijk, hier zit ook een kaart in. Zullen we hem pakken? Nee, ik wil alle kaarten op het laatst pakken. Dus we gaan geen kaart op het schoolterrein nog pakken, want ja... Als we dat nu doen, dan moeten we er echt nog maar 6 of zo, of iets minder. Moeten we er nog 5 of zo in uitdagingen vinden. Trouwens, in het verboden bos. Want in de geheime kamer vind je geen kaart. Er ligt nergens een kaart. Want daar gaan we ook al bijna naartoe. Het spel is op zijn einde lopen. Maar ja, daarna kunnen we lekker Harry Potter 3 doen. Het is ook een superleuk spel. Daarna nog 4, 5, 6, 7 en 7.2. Daarna nog lege Harry Potter. Dus we hebben nog genoeg Harry Potters te doen. Waarschijnlijk begin ik dan gewoon bij 1 op de PC, want de Game Boys heb ik nooit gespeeld. Dus dat is helemaal niet zo leuk voor mij. Daar heb ik helemaal geen... Holy shit, kwam ik bijna tussen de trap. Daar heb ik helemaal geen ervaring om te delen, weet je wel. Maar dat heb ik nu wel. Dit spel heb ik echt 1000 keer gespeeld. 1000 piek, doet me dat. Dan denk ik van, sorry, ik heb geen hoofd, was dat? En was het echt zo... Dan zei iemand, ja, deze druif, die kostte 10 cent. En dan, 1000 piek! Wow, dat zegt vet veel, dat ga ik echt niet kopen. Oh, dit is een leuk stuk trouwens. Dit is echt een leuk stuk. Kom jij weer niet naar mijn hoofd gooien? Ja, sowieso. Ik kom een dagboek naar je hoofd. Illuminati confirmed.
Ze lijkt op Anne Frank, meer dan op Jan en Jenny. En er wordt een dagboek naar haar hoofd gegooid. Wat, waarom is dit zo... Ja, nou ja. Het ziet eruit als een oud dagboek. Het was van M.A. Vilijn. Wie hij ook was, hij... Martin Asmodon Vilijn. Oh, kill dit. En in het Engels is Tom Marvolo Riddle. Hallo Harry Potter. Mijn naam is Martin. Wow, space, LSD trip. Ik zit op Zwijnstein en er gebeuren verschrikkelijke dingen. Weet jij in geheime kamer? Die geheime kamer. Van de geheime kamer. In mijn 5e jaar werd de kamer geopend en doodde het monster een meisje. Ik heb jammer in de Jenny, Anne Frank. Betrapt en hij is van school gestuurd. Zal ik het je laten zien? Het is niet Hagrid. Hagrid heeft niet de kamer geopend. Dat was. Wie was het nou die daar? Volgens mij hij zelf. Harry werd meegezogen in de herinnering die Martin van Rijn liet zien. Oh, dit is leuk. Fruit. Ik moet je hier weg zien te krijgen. Kom op, in die kist. Ha, dikke Hagrid. Kijk, kom de kerkers. Zo ja. Kom, gaan de rest van het... Ah, shit, we kunnen niet... Kunnen we deze secret openen? Goedenavond, Rubeus. Wat moet dat hier beneden, Martin? Je bent erbij. Oké, ik ga wel even kijken. Je wilde vast niet dat er doden zouden vallen. Maar monsters... Dood Voldemort, pak hem. Hij heeft nooit iemand... Karatentrap. Kom nou toch. 360 no-scope. Oké. Ik ga voor Hagrid staan. Je blijft van Hagrid af. Hij is gewoon dik en hij moet gewoon op dieet gaan. Nooit. Dit is wel echt dik. Wow, Aragog. Doe daar Rick de Sempra op, snel. Ah, shit. Jammer. Oh, anders had ik het hele volgende stuk kunnen skippen en naar de geheime kamer kunnen gaan. Al geweten dat Hagrid een onfortuin... Hi, back. Niet interessant. Niet interessant. Het zou kunnen dat Vilijn de verkeerde betrapt. Ja, dat weet ik wel zeker. Want hij heeft zelf. Hij heeft ook zichzelf betrapt. Dus in principe heeft hij ook de goede betrapt. Maar hij werd niet van school gekikt en zo. Dus ja. Daarna heeft hij best wel Harry's ouders vermoord en alles. Dus wel. Gewoon struggles, weet je. Onderscheiding hebben gekregen. Het dagboek van Vilijn. Het is weg. Wat? Maar alleen een Gryffindor kan het gestolen hebben. Ronde en zo. Wat? Precies. Huh? Deze keer doden. Laat me open rijden. Gadverdamme, doe het niet zo vies. Sorry, me. Even wat eten. Oké. Okay. Hoppa, kom maar rond. Ik ga je inhalen, hoor. Vies kind. Hier, kijk, afsnijden doe je ook de hele tijd. Nu doe ik het een keer. Ik hou je vorm. Nee, Ron. Fuck you. Nee. Nee, nee. Nee, snij hem af, snij hem af. Nee, kut. Waarom is Ron sneller? Ron. Nou. Oké, dat hebben we geleerd, dames en heren. Ron is echt een kutkind. Echt. Hij wil altijd alles hebben. Ik ging ook Harry Potter 3 spelen om te kijken of die werkte. Weet je wel, ik heb de eerste uitdaging gespeeld en zo. En toen bij je eerste bronzen kaart zei Ron ook... een kaart. Ik wil ze allemaal hebben. Dat je ook denkt, Ron, gun me ook eens een keer wat. Jemig. Kut, joh. Ron is gewoon irritant. Kijk, hier ook. Hebben we hem bijna weer ingehaald. Fuck you. Nee. Oké, dit filmpje is wel geinig. Want in de film komen we met de onzichtbaarheidsmantel. Dan zitten we helemaal niet achter een steen. Vervelende toestand, Hagrid. Heel vervelende toestand. Lucius Malfidus. Waarom lijkt hij eruit alsof hij echt 80 is? Hij heeft helemaal geen staart in. Jemig de pemig echt dit spel. Het is een leuk spel, maar slechte nabootsing. Oei oei oei. Maar ja, dat maakt het eigenlijk ook weer leuk, hè, dat het zo slecht nagebootst is. We hebben nog 5 minuutjes, dus hopelijk kunnen we bij Argog komen in die tijd. Ja, oké, we gaan er overheen. Leuk. Ik wil graag gaan spelen als het mag. Thanks. Lumos. Pacifico. We gaan echt een rusje. Behalve dit stuk, want... Hier zit namelijk een... Ultra Mega Awesome Secret. En die is best wel cool. Er zit een zilveren kaart in. Ik weet het nog van vorige keer. Ik weet alles nog van dit spel. Trickshot. 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 Boom. Haha. Fuck you. Dat was een goede trickshot. Hier zit volgens mij smekjes in. Ja, boeien. Boeien, 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 boeien. Echt, het boeit me vet weinig, yeah.
We moeten Flubberworm hebben. Want Flubberworm is best wel zeldzaam. Hier zit een Flipendo-teken en we vielen bijna in de afgrond. Oeh, spooky. Spooky 1611. Wow. Oh nee. Oh nee. Vroeger zei Spooky 1611, trouwens altijd Spooky 1611. En zo kende ik hem ook nog. Toen keek ik nog zijn filmpjes, want toen was hij nog niet ander. Was hij nog niet zoals nu. Was hij anders, weet je wel. Had ik met heel veel YouTubers. Ik heb ook in het begin van de Enzo Knol dingen, heb ik Enzo Knol gekeken. Ik ben heel snel mee opgehouden. En hier, dit is een valstrik. Ah, kut. Eigenlijk wist ik dat wel, maar ja, ik wou er even in. Voor het dramatisch effect. Wij gaan even hier staan, dat die kabouter lekker alles gaat opeten. Geef mij je smekkies. Geef mij nu je smekkies. Waarom val je nou weer op je bek terwijl er helemaal niks gebeurde? Ik geef je deur dood voor terug. Geef mij nu je smekkies. Ik geef je deur dat je dood gaat voor terug. Zolang ik hem niet verlies, krijg jij gewoon je dood terug als ik maar mijn smekkies krijg. Yeah. Schiet is oké, okay, ik help je een handje. Ik wil graag dit ding. En dan doe ik zo. Tjoe, bam. En die kabouter die is dood. Nee, wat de... Hoe kan die nou wel... Hoe kan die nou weer opstaan, man? Kabouter, fuck you, zo. Oh, nou, er gebeurde weer helemaal niks, natuurlijk. Echt heel obvious dat er weer helemaal niks gebeurde. Opslagboek, opslagboek. Vroeger poepte ik bijna in mijn broek, want die spin die zat echt vet eng in. Dit is echt een eng stuk als kind, hier dit ook. Terwijl die gas kan hier niet eens komen, dus ja, ik kan vanaf hier gewoon heel rustig zo... Kom maar jongens, kom maar, kom maar. Ik maak jullie even dood, oké? Okay? Thanks, doei. En dan denk je, hoe kom ik bij die bronzen kaart? Ik heb het wel eens geprobeerd te springen, het kan niet. Impossible. Kijk. Oh, in één keer doorverlengd. Oh, wat een combo's. Wat een combo's. Echt zieke combo's. Echt de combo van de eeuw gewoon. Zo erg is het. Wow, en dan hebben we bronzen kaart. Ik weet niet of je trouwens redt als je hier naar beneden springt. Maar dat is... Kijk, en we waren zelfs zo snel dat we in één keer door kunnen springen. Oh yeah. Woehoe. Of we hadden hier ook best wel af kunnen snijden. Had hij gezongen. You didn't have to cut me off. Maar dan hadden we dat wel gedaan, zeg maar. Ik ben echt best wel renlaag. Maar ja, ben ik meestal, weet je wel. Meestal 80% van wat uit mijn mond komt, slaat nergens op. Dus ja. Behalve als ik echt discussieer, dan wel soms. Soms, weet je wel. Niet te vaak. Niet te vaak logische dingen die ergens op slaan. Volgens mij zit daar een bronzen kaart in. Hey. Hoeveel hebben we er? 34 toch? 35 al. Zo hé. Krijgen we weer bijna een nieuw litteken. Moeten er nog maar 15. Dan. Zo hé. Die ging echt kapot. We gaan even hier de secret pakken. Wow, een secret. 2 van de 4. Er zijn maar 4 secrets hier in deze smackies. Oh, gas, wat doe je? Is er een secret als ik hun allemaal erin gooi? Ben ik benieuwd naar. Ik wou net zeggen, ik heb wel eens een glitch gehad hier dat ik geen spreuken kon doen. Dat ik daarom niet verder kon. Dat was echt heel vervelend. Snel, gooi hem erin. Thanks, oké, jij ook. Ga erin. Ga erin. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, hey. Kom maar, hey, kom maar, hey. Waar ben je? Alfie. Alfons. Hey, ja, kom maar. Lekker Alfons. Huh. Lekker Alfons. Ah, goed, hij is er niet afgeflikkerd. Mooi. Alfons. Nee, Alfons. Nee, Alfons, waarom ging je er nou af? Godverdomme, Alfons. Oké. We gaan Alfons in zijn hol gooien, nu moet het. Oké, goed zo, Alfons. Alfons, even niet doen, nu. Even niet zo flauw doen nu. Nu gewoon hierop.
En gelijk erin. Gebeurt er iets? Nee, echt bar weinig. Nou, zonde van onze tijd. Alfons is gewoon een homo. Gewoon kut. Hey, yo, deze moet je twee keer doen, want dat zijn vet grote spinnen. En in de film hebben we nog backup van Ron. Tot in hoeverre je dat backup kan noemen, maar hier doet Ron gewoon zo. Nou, Harry gaat. Holy tering, die boomdingen zijn ook ineens fucking groot. Kijk hoe tering groot die dingen zijn. Fucking hell, ouwe. Holy shit, die waren net zo groot als Harry. Dat was in de Defendo-uitdaging niet. Dan waren ze echt vet klein. Nou, dankjewel voor je schors. Thanks for the schorseries. Thanks for the schorseries. Dat is echt zo'n liedje van de Fallout Boy die ik echt cool vond. Die ging altijd drummen vroeger. Thanks for the memories. Weer in één keer doorverlengd. Ik ben echt geschild in het doorverlengen in één keer. Volgens mij zit hier ook een bronzen kaart in. Bronzen kaart, bronzen kaart. Yeah, yeah, bronzen kaart, bronzen kaart. Oh yeah. Hier komen volgens mij kabouters uit, maar daar heb ik echt heel weinig zin in. Ja, kijk, een kabouter. Oh nee, wacht, ik wil niet Flipendo doen. Kom erin gooien. Wow, twee smackies. Echt een zieke reward weer. Oei, gewoon er langs. Doei. Niet grappig, jullie zijn echt kut. Volgens mij zijn we al bij Argog hier. We hebben wel maar twee van de vier secrets. Kijk, je denkt hier, oh, ik moet naar de overkant. En dan, oh nee, oeh. Heftig, oh nee. Secret. Oh yeah, ik heb één secret gemist. Ik ben al benieuwd welke, maar ja, boeien. Bronzen kaart, alweer. We gaan echt makkelijk alle bronzen kaarten halen. Het moet wel, het moet. Hier doen ze ook nog aardig van, yo, hey, als je te weinig, als je Aragog is best wel moeilijk. Dus hier heb je HP, weet je wel. Maar dat heb ik helemaal niet nodig. Helemaal geen AP nodig, joh. Ik ga wel de aflevering afsluiten, want ja, met dit drankjes maken. En dan volgende aflevering gaan we tegen Aragog vechten met 16 drankjes op zak, waarvan we er waarschijnlijk geen één gaan gebruiken. Tot volgende aflevering. Doei!